welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga sporten. Het is 10 uur en tante en Matthias liggen nog op bed. Want Matthias is vandaag vrij. Dus ja, die zijn nog even in bed. En tante ligt nog zwart in bed omdat hij vannacht weer heeft gespoot. Misschien heb ik zulke ballen. Maar goed. Ik ben klaar met sporten. Moe. En dan weer naar huis. Lekker douchen. Het was best wel warm. Volgens mij is het 22 graden, maar de sportschool heeft geen airco. Dus dat is warm. En nu zal ik jullie laten zien dat als ik thuis kom, het lijkt alsof Duncan mij wil in mijn hals. Maar hij gaat af op mijn oor. Op deze dingen. Let op, hè. Vorige keer kwam ik thuis met deze dingen. En dacht ik, vet blij. Oh, hij geeft me een knuffel. Maar terwijl hij deze hebben. Dus, wait a second. Ja, dikke boef. Oh, en kijk eens wat Matthias heeft gemaakt voor na het sporten. Een heerlijk ontbijtje / brunch. Met een omelet en nog een cinnamon roll en sapje. Nou, zo wil ik wel elke dag sporten hoor. Goedemorgen, het is dinsdag en ik zou vandaag naar de markt gaan, maar de planning liep iets anders, want het regende. Dus ik ben hier naar buiten gegaan, omdat vaak als het regent, en het regent nu niet zo zachtjes, maar best wel hard, staat de markt er niet. Dus ja, weet je, vrijdagochtend is de markt er ook, dus dan als het dan niet regent ga ik heen. Het is ook iets meer bewolkt, het is nog steeds wel warm op zich, het is nog 20 graden dacht ik, maar... Prima, ik vind het prima. Ik ga vandaag denk ik heel veel voorbereidingen treffen voor Matthias' verjaardag zaterdag. Ik denk dat wij nog even naar de taartenwinkel moeten of naar de shopping zelf om allemaal spullen te kopen. Want Matthias die wil zaterdag, dan is hij dus jarig zijn verjaardag vieren. Maar hij heeft de wedstrijd zaterdag, wat wil zeggen dat hij vrijdag weg is. En dan ben ik eigenlijk zeg maar vrijdag en zaterdag alleen, maar ja, zaterdagavond. Dan is zijn verjaardag voor zijn familie en vrienden. Dus dan moet er wel taart gemaakt worden, et cetera. Dus eigenlijk vind ik het wel fijn als ik op tijd begin met plannen. Nog niet met het bakken natuurlijk. Maar ik ga even een lijstje maken van wat we allemaal moeten kopen. En kijken of we dat vandaag grotendeels kunnen halen. Dan hebben we dat alvast in huis. Scheelt weer tijd, scheelt weer rust. Ik wil niet Zuid-Amerikaans doen. Alles op het laatste moment, daar hou ik niet van. Niet met dit soort dingen. Dus ik ga even een lijstje maken. Wij gaan even naar de supermarkt. Of was het wat verjaardags inkopen doen, zoals ik al zei. Dat is er ook klaar voor. Oh, niet te snel. En ik heb mijn hele hoge hak aan, dus kijk. Ik ben veel groter dan Matthias. Mijn haar zit niet. Ik heb krullen gemaakt, maar het wil niet zitten vandaag. Als hij die pakt, gaat alles naar beneden. Goed zo, Dante. Wat een goed hulpje ben jij, Dante. Nou, we hebben vooral de winkelwagen vol met allemaal bakspullen en nog fruit. Zal ik aardbeien halen? Ja hoor. 2. Drie aardbeien. Het is inmiddels 6 uur en ik heb net een uurtje geskypt met mijn ouders, wat natuurlijk heel erg gezellig was. Ik heb nu het eten opstaan voor Dante. Hij gaat gewoon zoete aardappels, schone aardappels, bloemkool en gehakt eten. En ik ben kapucijners aan het koken. Een kapucijners die ik in het pakket had gekregen van mijn ouders, dat heb je kunnen zien een paar vlogs terug.
Die moet ongeveer 90 minuten koken. Want Matthias en ik gaan vanavond Captain's Dinner eten. En als je niet weet wat Captain's Dinner is, dat zijn gewoon kapucijners. Of jonge veldertjes. Die schijnen lekker te zijn. Die heb ik hier trouwens ook in een pot. Maar die bewaar ik nog eventjes. Maar dat zijn dus kapucijners. Gebakken ui en spek. En dat doe je dus vaak Amsterdamse uitjes bij. En augurk. Super lekker. Echt, ja. Ik hou ervan. Volgens mij is het wel een van de favoriete maaltjes van Matthias. Maar hier in Uruguay kunnen wij geen kapucijners krijgen. Dus nu maken we het met de Nederlandse kapucijners. Maar we kunnen het dus niet te vaak eten. Omdat we geen kapucijners hebben. Anders moeten we bonen eten. Dat is toch minder lekker. Maar goed. Ik ga even de bacon snijden. En de uien snijden. En de rest van de voorbereidingen treffen. Niet veel eigenlijk. Eten, eten, eten. Captain's Dinner. Super lekker. Ik heb alleen iets te veel kapucijners gemaakt. En daar baal ik wel van. Want ik wil het natuurlijk niet weggooien. Maar ja, we hebben het hier niet. Dus ik ga even koelen of ik het kan invriezen. Maar goed. Ik ga lekker veel augurken erbij doen. Ik vind Matthias toch niet lekker. En lekker veel zilveruitjes. Yummy, yummy, yummy. Señor, es un poco temprano como para estar despierto, ¿no? No como a mí. Hoi. Doei papa. Hallo allemaal. Het is donderdag. En we zitten in de auto, want wij gaan de laatste verjaardagsboodschappen halen voor Matthias' verjaardag. Vandaag gaan we het vlees halen en de groentes en het fruit. Oh, en de kaasplateau. Pak ik het hem op. Het kaasplateautje gaan we ophalen voor 5 personen. Dus, en dan gaat Matthias vanavond naar de kapper met Dante. Dus dan gaat hij net zo'n kapsel krijgen als Matthias. Nou ja, iets anders, maar wel kort aan de zijkant. En ik ga vanavond alvast beginnen met de cake maken. Want dat kan wel. Ongeveer anderhalf dag van tevoren. Dat kan prima. Dan gaan we morgen bekleden met botercrème. Besmeren, bekleden, hoe je het ook maar wil noemen. Dus, let's go! Nou, we hebben een vol karretje, Dante. Een karretje vol met vlees en fruit. En ik moet eventjes filmen. Want ik moet dit aan Koen laten zien. Aan mijn minion. Fanatic broer. Kijk. Allemaal minion, minion, minion. Zelfs een mini minion thermoskan voor de matten. Ze hebben geen glitterpapier. Dat is wel een beetje verdrietig. Hebben ze geen glitterpapier? Nee. Geen glitterpapier. Oké. Okay. Half 6 en Matthias heeft de afspraak met Dante bij de kapper om 7:30. Maar ik ben even frietjes aan het voorbakken, want het zijn eigengemaakte frietjes. Je ziet het, ik heb ze gesneden, gewassen en ze laten drogen. En nu moet ik ze 5 minuten voorbakken. En nou ja, 150 graden, ik kan de temperatuur niet opmeten, dus ik doe het een beetje op de gok. Maar ja, je bakt ze eerst 5 minuten zo en dan doe je de temperatuur hoger, wat dus heel makkelijk is met een eigen frituurpan. En dan bak je nog een keer 5 minuten op 190 graden. Dus ik dacht, weet je, ik ga het nu gewoon even doen, alvast voorbakken. En als ze dan thuis komen, dan kunnen we gewoon eten en dan gaat het sneller. Dus doei, veel plezier bij de kapper. Doei. Succes. Doe geen gekke dingen. Doei. Doei. Kom niet terug met paars haar. A few moments later. Hallo, ben je naar de kapper geweest? Oh, laat eens zien. Oh, wat
zie jij er cool uit. Oh, wat zie je er weer goed uit zo. Nou, de portie met de frietjes en de frikandel is klaar. En omdat Dante nog zoveel energie heeft, mag hij ook wat eten. Kijk, een paar patatjes. En we gaan proberen met de chicken nuggets hoe dat gaat met hem. We gaan zien. Ja, voor hem. Oké, voor hem? Ja, is goed. Wil je ook een hapje van de nuggets van je kind? Goedemorgen, vandaag is het vrijdag. En het is vandaag de verjaardag van mijn schoonmoeder. Die is een dag voordat Matthias jarig is jarig. Maar ze komen over ongeveer 3 kwartier Dante ophalen. Want ze gaan de hele dag op Dante passen. Zodat Matthias en ik de taart kunnen gaan maken voor zijn verjaardag. En dat ik hier de boel kan opruimen en zo. In ieder geval de dag kindvrij. Dus Dante die zit al... Dante heeft zijn schoenen al aan. En nou, nu zien jullie misschien wel iets beter zijn kapsel. Hey Dante. Kijk, zijn kapsel is dat hij iets korter gewoon aan de zijkant is. En we hebben het lang hierboven opgehouden. Alleen Matthias zei dat hij niet heel makkelijk was. Dit keer bij de kapper. Hij woog veel. En gisteren zagen we zelfs zo'n klein plekje. Zo van dat je kon zien dat de kapper aan het scheren was. En dat Dante ineens plots bewoog. Maar ja, we hebben het gewoon ietsje korter gedaan aan de zijkant en lang bovenop gehouden. Ik had verwacht dat het trouwens korter zou worden hè, aan de zijkant. Dat dacht Matthias ook. Maar goed, dit is ook prima. Je ziet er weer stoer uit. Dus ja. Ciao Dante. Ciao. Veel plezier bij opa en oma. Ciao. Ciao. Doei. Nou, het kind is opgehaald. Ik was bezig met de taartslingers aan het maken. Dat zijn dezelfde... Oh. Dat zijn dezelfde die ik ook had gemaakt met Dante's verjaardag. Maar nu doe ik er in Spaans Feliz Cumple op. De taarten zijn bijna af, alleen moet er nog fruit op. Ik zal even de muziek iets zachter doen. Ik heb de hele dag MTV aan. Beide taarten zijn klaar, behalve dat het fruit er nog op moet en de decoratie. Maar dat doe ik pas morgen, want als ik het fruit er nu op doe, dan gaat dat lekken, want het vocht, bla bla bla, en heb ik geen zin in. Maar, kijk. Ta-da-da-da-da. De taart. Ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat ik zo'n drip cake maak. En ik ben super tevreden hoe het uitziet. Beetje jammer van dat vlekje daar. Maar goed, niet alles kan altijd perfect gaan de eerste keer. Wordt niet de tweede keer. Ja, dus daar ga ik morgen aardbeidjes op doen. En framboosjes en besjes en mini Oreo's. Die heb ik allemaal. Ik heb verse aardbeien en de bosbessen en de frambozen zitten in de vriezer. Kijk, ik heb deze nog gemaakt. Oh, dat ding gaat los. Beetje stom. Ik heb de 26 gemaakt. En ik heb deze slinger gemaakt voor op de taart. En er staat Feliz Cumple staat erop. Je ziet het net niet. Die gaat dan op de taart. En een gouden kaarsje had ik uit Nederland meegesmokkeld. Zat in mijn beauty tas. Echt te grappig. Maar goed, gouden mes. Het past er allemaal bij. En de Matthias 26. Oh, en kijk wie er weer thuis is. Na een hele dag spelen en verjaardag vieren van oma, is kleine Jonas weer thuis. Hij is nog niet echt van plan om naar bed te gaan. Maar over een kwartiertje moet je toch echt naar bed. Hij is al laat. Het is ook nu 9 uur. Oh, pas op Dante, daar kan je echt niet op lopen.
Het is al 9 uur en normaal gaat hij natuurlijk om 8 uur op bed. Maar nou ja, mijn schoonmoeder is dus vandaag jarig en ze had bezoek. Dus ik ging er al vanuit dat Dante iets langer zou blijven. Omdat het bezoek is uit Amerika nou eenmaal 's avonds komt. En dat is ook helemaal niet erg. Ja, is helemaal niet erg. Bijna 1:30. Dus dat wil zeggen dat Matthias jarig is. Yay, happy birthday. Ik heb net zijn cadeautje afgemaakt. Ik heb zeg maar handlettering gedaan. Happy birthday. En dan mag Matthias kiezen of hij een kookschort wil. Hij wil heel graag zo'n mooie leren schort. 1 keer uit eten en dan niet naar de McDonald's bedoel ik. Maar gewoon luxe uit eten met z'n tweetjes. Of koffiekopjes uitzoeken. Hou wel heel graag espresso kopjes. Ja, of andere koffiekopjes. Dus hij mag gaan kiezen. En ik heb er een blokje witte Tony Chocolonies in gedaan. Gewoon omdat we er altijd heel voorzichtig mee doen. En dan mag hij eentje extra op zijn verjaardag. Nu ga ik het in de envelop doen en dan ga ik slapen. Goedemorgen, het is 1 juli. Matthias zijn verjaardag. Het is een rustige dag tot nu toe. Het is inmiddels 11:30. En wij zijn al een tijdje beneden. Ik heb net de mosjoetaart afgemaakt met fruit. De andere taart ga ik pas op het laatst afmaken met het fruit. Ja, verder hoeft er niet zoveel te gebeuren vandaag. Ik had gedacht dat ik meer zou moeten doen, maar dat valt dus heel erg mee. En dat vind ik wel prima zo. Dus ja, lekker rustig aan. Oké, mensen, dit is het eindresultaat van de taart. En ik ben gewoon zo super happy ermee. Hij is zo goed gelukt. Ja, de zijkanten, de boterkraam mocht wel iets scherper. Maar ik had niet zo'n speciale schraapparade in een spatel. Maar dat maakt niet uit. Hij is zo mooi. De drips voor het eerst. Het fruit erbovenop, de schuimpjes, de Oreo-koekjes, dit. Oh, ik ben echt heel blij. Ja, super happy. Wacht maar totdat papa eraan komt met zijn cadeautje. Wel goed vasthouden, hè, het cadeautje. Het cadeautje voor papa. Kijk, breng me naar papa. Breng me naar papa. Ik heb mijn mond vol brood. Maar, kijk. Oh. Wat ben jij aan het maken? Paprika. Wat? No, I was telling that it was paprika, eggs and paprika, bacon and eggs. And daar is de provolone kaas en de matambre. Papa. Mais. En daar is de familie. Maar de vrienden moeten nog komen. En wat ben je nu aan het doen? Zwezeluk. Met zout. En lemon. Ah ja. Lemon juice. Ja, citroensap gaat erbij. En dit is zwezeluk. Heel erg lekker. Hebben wij met kerst gemaakt. Ja, op je verjaardag ben je de asador. Ja. Hallo, senor. Dante. Hoe zie jij eruit? Wauw. Wat zie je er mooi uit. Een echte gentleman, hè? Ya va.
Het fruit heeft gelekt op mijn taart. Hello. Ké? Hello. 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 Hello a todos. No. And you want that I make the photo? Wait. Foto tijd. Foto tijd. De volgende kant voor de foto's. Hey, DP, en twee tickets voor foto's hoor. Foto. Foto. Kill my beautiful cake. You're killing it. Apellido Vitorino, Madrid. Y en la jura de bandera del Bucha Show, se la dio con dos a ti. Macarena tiene un coño que se llama, que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del Bucha Show, se la dio con dos a ti. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Sé lo que es la pena, que vivo con tu alegría, que tengo una novia morena, que se llama Lucía. Nou, het is inmiddels 12:30 en iedereen is naar huis. Het is trouwens best wel vroeg voor doorjaars begrippen. Maar Dante die lag om 11:30 op bed. En dat is dat is normaal voor Uruguayaanse begrippen met feestjes. Voor Nederlanders is het echt te laat. Maar hij sliep direct. Het was goed. Hij heeft lekker wat taart gegeten. Wat meteen dus genoeg suiker binnengekregen. En ja, nu nog even nagenieten. Heb je een leuke verjaardag gehad? Tuurlijk. Ja, zie je jezelf? Ja. Is het goed zo? Ja hoor. Wat vond je het allerleukst? Ja. Nee, wat vond je het allerleukst? Ah, sorry. Het eten, ja. Omdat jij maakte. Oh, ik heb het gemaakt. Nou, ja. Ik heb niet alles gemaakt, schat. Je hebt de asado gemaakt. Ja, je hebt de taart. De quiche. Taart. De taart was de cheesecake. De cheesecake. Cheese was de allerleukste. De cheesecake was de beste. Ja, het was jammer. De mooiste taart was niet het lekkerst. Ja, klopt. Beetje zonde, oké. Okay. Ja. Nu, oh, je bent niet meer jarig. Nee, niet meer. Oké, doei. Je mag geen beeld meer hebben. Ja, het was een beetje jammer. De mooiste taart met de botercreme en zo, die smaakte maar moi moi. Ik gebruik normaal altijd. Are you serious? You want a PlayStation? No. Oh, even zo. Oké, die met de botercreme. Normaal maak ik altijd een biscuitdeeg. Dat is dus heel luchtig, luchtige taart. En dan doe ik er altijd frambozenkoelie tussen. Of frambozenjam met fruit. En nu had ik het recept van Laura's Bakery gebruikt voor gewone vanillecake. Omdat die iets steviger zou zijn. En ik dacht, weet je, prima. Dat kost me iets minder tijd, want natuurlijk met biscuitdeeg moet je heel veel mixen, heel erg luchtig. Maar ja, hij viel wel tegen qua smaak. Het was een beetje jammer. Ik bedoel, super mooie taart, maar de smaak, ja, was er niet ondersteboven van. Dus helaas, volgende keer maar gewoon weer biscuitdeeg. Maar de cheesecake was zoals altijd super lekker. Oké, ik ga een beetje opruimen, denk ik. Niet heel veel, de rest laten voor morgen. En straks genieten van onze vrije zondag. Dus zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Nee, goedemiddag. Het is al 2:30 zondag. The day after. Ik zit op bed. En ik ga bezig met mijn vlog editen. Ik zit nog lekker gewoon in mijn soort van pyjama slobbertrui. Lante loopt hier rond. Sorry, ik let niet op waar ik mijn camera hou. Lante loopt hier rond. Die heeft de tv aangedrukt. Die zit ook zo in je knopjes bij de tv. Maar ik ben echt
Ik heb zo'n kater, maar gewoon een kater van weinig slaap. Hey Hunter, er komt Peppa Pig op. Ik bedoel, ik heb helemaal geen alcohol gedronken. Oh, nee, ik heb één corona gedronken. Maar nee, ik heb zo'n kater van te weinig slaap. En ik heb echt wel dagen dat ik minder slaap dan wat ik vannacht heb geslapen. Maar op een of andere manier ben ik gewoon moe. Moe. Oké. Ik zie dat mijn batterij van deze camera bijna op is. Dus ik ga bezig met de vlog editen. Dat is wat er vandaag gebeurt. Oké, ik ga bezig. Eigenlijk is het vandaag maandagochtend. Maar ik ging gisteravond... ging best wel vroeg op bed. En toen ik in bed lag, kwam ik achter dat mijn camera naar beneden lag. En ik had niet zoveel zin meer om naar beneden te lopen van de camera. Dus kon ik de weekvlog niet afsluiten. Dus dat ga ik nu doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een kijkje te nemen hoe een Oeriaanse verjaardag slash Asada eraan toe gaat. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe de taart gemaakt werd, et cetera. En ja, dat was de feestvlog een beetje. Ik zie jullie gewoon volgende week weer. Subscribe je om geen enkele video meer te missen. En tot de volgende weekvlog. Doei!